Het is woensdag 13 april 2016. Een belangrijke dag in de geschiedenis van het leven van onze favoriete nieuwslezeres aller tijden, Carmen Verheul. Vanavond treedt op in de Heineken Musical haar grote voorbeeld, haar grote idool, Adam Lambert. Nou heeft Bart Arends een tijdje geleden als verrassing twee concertkaartjes voor haar geregeld, zodat ze vooraan kan staan met haar vlaggetje. Maar wat we nu gaan doen slaat helemaal nergens op. We hebben iets voor haar geregeld. Zij weet dat toch niet. En we gaan haar overvallen. Dames en heren, hier is ze, Carmen Verheul. Hoe is het, Carmen? Goed, jongen. Ben jij er nog? Ik ben er nog. Kom even hierheen. Ik vroeg me namelijk af, ben jij al een beetje voorbereid op het concert voor vanavond? Nou, ik moet me natuurlijk nog omkleden. Want ik ben... Je houdt dit niet aan? Nee. Ik ga natuurlijk strak in het leer vanavond. Jij dacht vandaag alleen naar het concert te gaan van Adam Lambert. Maar Carmen... Niet weer zo'n verrassing, toch? Wij hebben voor jou geregeld dat jij exclusief een interview mag doen met Adam Lambert. Dat meen je niet. Nee. In zijn kleedkamer. Echt waar? Ja. Wauw. Ja, ik val stil, maar ik ben echt super enthousiast. Maar één klein probleem, dat gaan we morgen wel uitzenden natuurlijk. Als er dan nog een woord uit mij komt. Dat wordt lachen morgen, want ik zou gaan luisteren sowieso. Maar hoe vind je het? Ja, dat vind ik echt helemaal te gek. Want ik volg Adam Lambert al heel erg lang. Hè? Hij weet dat. Echt vanaf 2009, het allereerste begin. Ik ben heel vaak uitgelachen door discjockeys hier bij Radio 2. Sorry nog. Adam hoe? Maar ik heb altijd voet bij stuk gehouden en altijd achter hem blijven staan. Dus dat ik hem mag interviewen. Nou, ik sta nu al te shaken gewoon, Gerard. Echt waar. Nou, ik stel voor dat je wat extra kledingsetjes meeneemt. En vanavond dus niet alleen het concert, maar je mag hem spreken. Nou, dat vind ik echt te gek. Nee, ik kan het gewoon niet geloven, maar er staan hier zoveel mensen dat het misschien wel waar is. Maar het is waar. Is het echt waar? Het is waar. Wordt vervolgd. NPO Radio 2.